Als je nagaat wat Fokker allemaal al had gemaakt voor de luchtmacht. De Gloster Meteors, de Hunters. Alle F-5 samen met de Canadezen. Ja? Alle 104's. Plus nog een groot deel van de Duitse 104's. Fokker had gewoon de ervaring, ook in de militaire luchtvaart, om dit toestel te bouwen. En daarnaast waren ze natuurlijk zelf ook bezig, commercieel. En ik weet nog best dat ik daar een keer kwam bij Fokker. En toen was de J-259, die was natuurlijk in grote brokstukken gebracht door een Amerikaans militair transportvliegtuig. En dat was alleen maar om Fokker te leren hoe zet ik een vliegtuig in elkaar. Dat was ook al bij de 212, de eenzitter. En die was meer ontbonden in feite. Die moesten meer aan doen. En zo leerde Fokker ja, de assemblage opdoen. En Fokker die heeft voor bijna alle F-16's hebben ze het romp middenstuk gemaakt. Dus ook voor honderden Amerikaanse F-16's. Ja? Dus Fokker inderdaad, die was in staat om dat te doen. Onder de romp bevindt zich de luchtinlaat die de F-16 het uiterlijk van een haai geeft. De lucht wordt aangezogen en samengeperst in de motor. Zo ontstaat het mengsel van kerosine en lucht dat in de motor verbrandt en de stuwkracht levert. De motor, die in licentie in België wordt gebouwd, geeft het vliegtuig een snelheid van 2400 km per uur. Tweemaal die van het geluid. Er wordt een aantal tweezitters gebouwd, bedoeld zowel voor de training van piloten als voor bijzondere opdrachten. Tot de ontsnappingsmiddelen behoort uiteraard een schietstoel met een parachute die aan de stoel is bevestigd. Dit jaar zal Fokker in totaal 12 machines afleveren voor Nederland. Kijk, die stuurgroep die was al gauw van oordeel dat de F-16, toen die eenmaal gekozen was, ook door de Amerikanen, verreweg de beste papieren had. Boven de Franse Mirage F1 en de Zweedse Saab Viggen. Dat kon ook wel kloppen, want de Franse luchtmacht die wilde zelfs die Mirage F1 niet hebben. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de keuze makkelijk was. Het was natuurlijk een politiek beladen dossier. De Fransen appelleerden voortdurend aan onze Europese gezindheid. En dan moest de prijs moest dan niet de doorslag hoeven geven. Ook stond België, wat dus een van de vier landen was, zwaar onder Franse druk. En er is dus een hele politieke discussie aan vooraf gegaan, waar natuurlijk met name de industriële samenwerking in zo'n belangrijk vliegtuigprogramma de boventoon voerde. Nou, dat alles bij elkaar heeft toch enkele maanden in beslag genomen. Maar ja, uiteindelijk heeft iedereen toch ingezien dat de F-16 het beste vliegtuig voor de beste prijs was. En dat kabinet heeft toen ook ergens in mei, achterin mei 1975, besloten dat dat het geval was. En alle andere vier landen in Europa sloten zich daarbij aan. Het contract met de Amerikanen om dus gezamenlijk zo'n 1000 F-16's te bouwen was eigenlijk een overeenkomst met de Amerikaanse overheid. En de Amerikaanse overheid zou vervolgens bij de industrie alle bestellingen doen. Nou, die overeenkomst, die uiteraard in concurrentie tot stand gekomen is, heeft ons in de loop der jaren geen windeieren gelegd. Dat MOU, dat Memorandum of Understanding, dat regelde niet alleen natuurlijk de aankoop van de vliegtuigen, maar ook de industriële activiteit in de verschillende landen. En de Amerikanen garandeerden dat 58% van de vliegtuigwaarde in Europa zou worden geproduceerd. En wel voor een deel onze eigen vliegtuigen, maar we konden ook meeproduceren aan Amerikaanse vliegtuigen. En als de F-16 geëxporteerd zou worden, wat uiteindelijk in hele grote mate het geval is geweest, konden wij ook blijven doorproduceren aan de F-16. Dus Nederland heeft industrieel, met name Fokker, maar ook een hele hoop midden- en kleinbedrijf, meegeprofiteerd van de productie van de F-16. En hebben dat tot ver in de 90er jaren kunnen volhouden. Om er eens iets te noemen, Stork in Papendrecht heeft bijna 1800 vliegtuigmiddenrompen geproduceerd. De aanvankelijke behoefte om de Starfighter te vervangen was 112 vliegtuigen, bedoeld voor 5 squadrons. Daar zaten nog geen reserves bij.
Nou, in de besluitvorming die heeft geleid tot de defensienota 74, heeft minister Vredeling, om wat voor reden dan ook, daar nog 10 afgehaald. Dus de eerste behoefte ging om 102 vliegtuigen. Nou, daar konden dus heel krap 5 squadrons mee worden uitgerust. Maar iedereen wist dat over een paar jaar ook de discussie zou beginnen over wat doen we met de NF5. Vredeling wilde toen kijken of daar nog een Europese oplossing mogelijk was. Dat is helemaal niets geworden. Dus na 1980 zijn we ook plannen gaan maken om de F5 te vervangen door de F16. Kijk, en toen we in 1980 begonnen met hoeveel heb je er nou nodig voor de F5, waren natuurlijk de meningen daarover weer verdeeld. Toen zijn we begonnen met stapsgewijze bestellingen. 4 jaarlijkse vervolgbestellingen. De eerste om toch te voorzien in die reserve. En daarna squadron voor squadron de NF5 te vervangen. En uiteindelijk hebben we met 213 F-16's de totale vloot aan Starfighters en NF5's kunnen vervangen. Inclusief 47 toestellen voor de reserve en vredesverliezen. Dus wat dat betreft is de luchtmacht met de overgang naar de F-16 volledig op sterkte gebleven. Nou, het is zo dat natuurlijk de bijdrage aan de NAVO, dat is een nationale zaak, gebaseerd op de vraag en de wensen van de NAVO-organisatie. Want de NAVO-militaire commandant die zegt, dit is mijn plaatje, dit is mijn scenario, het kan zo en zo gaan. Ik wil van dat land dat hebben en dat hebben en dat hebben. Daar hangt een getraindheid aan, daar hangt een wapenpakket eraan. Noem maar op. Als land moet je dat waarmaken. Nederland heeft dat bijna altijd waargemaakt, ja, door voldoende vliegtuigen, door waar mogelijk de juiste bewapening en waar mogelijk de beste training. Goose Bay, Nellis. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat de NAVO-commandant te veel vraagt. En dan kan de land kan protesteren. Die zegt, nou ja, dat komt ons niet uit. Ja. En is het nou wel zo? Ja. En de NAVO, die van zijn kant, die gaat het allemaal controleren. Dus dat betekent dat elke operationele eenheid, of het nou geleide wapens is, of het is een operationele vliegbasis, die krijgt een NAVO-examen. En dat is een meerdaagse oefening. En in die oefening worden alle aspecten van de verwachte bijdrage van de Nederlandse luchtmacht via die vliegbasis, die worden gecontroleerd. En daar krijg je ook een cijfer voor. En dit cijfer is voor de mensen die het doen, maar natuurlijk ook een signaal aan de hogere leiding. We hebben opnieuw daar en daar tekorten gevonden. De vijandbeeld was voor de luchtverdediging. Hij komt eraan, hij wil mij de lucht uithalen. Ik zal zorgen dat het niet gebeurt. Want ik ben goed getraind, ik heb een superieur vliegtuig, ik heb betere tactieken. Ja? En ik ben beter getraind. Dat wij dus zoveel uren per jaar vlogen, het was gewoon een eis. Wij moesten tenminste 180 vlieguren maken per jaar. En die vlieguren werden verdeeld over alle mogelijke trainingsstukjes. Ja? Daarom waren wij dus allround waren wij goed getraind. Bij nacht, bij dag, bij slecht weer, ja? Alles. Wij schoten zoveel keer per jaar, we gooiden zoveel bommetjes. Ja? En we hadden zoveel trainingen met andere type vliegtuigen. Ja? Het is makkelijk om met elkaar te trainen, maar met een ander type vliegtuig is dat ook heel waardevol. Als je dan weet dat je tegenstander nog niet eens de helft van de vlieguren maakt per jaar die wij maken, ja? dan is daar alleen maar de massa. Het aantal is dan het probleem. Ja, met de aanschaf van de F-16, zeg maar eind jaren 70, begin jaren 80, zag je dat
datgene wat we daarvoor hadden, met bijvoorbeeld de F-5 als alleen maar een air-to-ground vliegtuig, daar kon je alleen maar wapens mee gooien, er zat geen luchtverdedigingscapaciteit in. En de F-104, die juist een luchtverdedigingsjager was en niet zozeer geschikt was voor om bommen te gooien, zie je bij de F-16 dat er een keuze is gemaakt om dat totale pakket te verenigen in één vliegtuig. En dat was eigenlijk vanaf het begin was dat al zo. Die hele rol, en ik heb dat al eerder genoemd, dat swingrolconcept, waarbij je dus heel flexibel bent in het afstemmen van de taken die je moet uitvoeren op hoe de configuratie van je vliegtuig is, dat moet je zelfs in de lucht kunnen veranderen. Dus in die zin is dat een hele slimme zet geweest. En zie je dus ook dat de F-16 ten opzichte van hoe die in 1980 is binnengekomen tot nu nog steeds dezelfde F-16 is, maar qua techniek volledig is doorontwikkeld om die aspecten steeds beter te kunnen doen. Dus we zijn nog steeds heel goed in luchtverdediging en we zijn nog steeds vanwege onze sensoren zijn we heel erg accuraat om geleide wapens af te gooien op bijvoorbeeld een vierkante meter. En dat levert dus voordelen op. Kijkend naar de taken die Nederland heeft gehad, dan zijn die eigenlijk ook niet veranderd. Alleen na de val van de muur is natuurlijk het interessegebied van de NAVO en kijkend ook naar de Verenigde Naties en over de doelstelling van de Verenigde Naties, zie je ook dat het gebied groter wordt en kom je dus ook in voormalig Joegoslavië terecht en kom je in Afghanistan terecht. Waarbij het voor de val van de muur toch met name was artikel 5 en eigen gebiedsverdediging. Dat doen we overigens nog steeds, want we hebben altijd nog steeds twee F-16's op 24 uur staan om zeg maar heel snel eventuele vliegtuigen die niet in het gebied thuis horen om ze te onderscheppen, te ondervragen en ze eventueel te dwingen tot landen of het gebied te laten verlaten. De inzet van de F-16, zeker na de val van de muur, is ook voor een heel groot deel bepaald door de doorontwikkeling van de F-16. In 1993, in maart 93, deden eigenlijk F-16's voor de eerste keer mee in een crisisbeheersingsoperatie en dat was in de missie Deny Flight. De toenmalige luitenant-kolonel Dick Berlijn, die uiteindelijk CDS is geworden, was daar detachementscommandant van. Daar vlogen we vanaf Villa Franca, een vliegveld in Italië. En uiteindelijk ging het daar alleen maar om het schoonhouden van het luchtruim. Het woord zegt het al, Deny Flight, dus het is het afdwingen van een no-fly zone wat boven het voormalige Joegoslavië, zeg maar Bosnië-Herzegovina, lag. Wat we daar eigenlijk deden was toch typisch een air defense missie. Er was een mogelijkheid dat vijandelijke vliegtuigen vanuit Servië, Bosnië-Herzegovina binnen zouden komen om eventueel bombardementen uit te voeren. Er vlogen natuurlijk heel veel helikopters daar. En uiteindelijk was het toch wel gebaseerd op een luchtverdedigingstaak. Maar die F-16 die kan natuurlijk veel meer. En heel snel na de start in 1993 werd al duidelijk dat er ook behoefte was om eventueel mensen op de grond te kunnen ondersteunen en om daadwerkelijk ook wapens af te kunnen gooien. En dan zie je dus die verandering van een luchtverdedigingstaak naar een meer swingroltaak waarbij je of luchtverdediging kunt doen of direct over kunt gaan tot het gooien van bewapening op gronddoelen. Nou, dat ontwikkelt zich door, zeg maar, tijdens de actie Deliberate Force, in 1995 was dat geloof ik, waarbij de KLU voor de eerste keer grootschalig is ingezet. Eind 1994 is dat al een keer gebeurd op een vliegveld in Kroatië met een bepaald statement om daar een vliegveld uit te nemen. Maar in 1995 in Deliberate Force zijn er heel veel vliegtuigen geweest die heel veel ongeleide wapens hebben afgegooid. Pas tegen het eind van de jaren 90, toen de Midlife Update kwam, en onze systemen dus nauwkeuriger werden, we andere bewapening gingen krijgen. We kregen de MRAM, we kregen targeting pods, we kregen lasergeleide bewapening. Zie je dat die niet zozeer de taak, maar wel de mogelijkheden van de F-16 dusdanig is verruimd, dat we zeg maar van een B-categorie qua inzet ten opzichte van bijvoorbeeld de Amerikanen naar het E-team zijn gegaan, waarbij we daadwerkelijk ook de echt moeilijke missies hebben kunnen uitvoeren. En dat is in Allied Force geweest. Dus de taken zijn niet echt veranderd, die zijn altijd swingrol geweest. Het zij luchtverdediging en dan in de lucht zelfs kunnen veranderen naar ground attack. En daartussendoor hebben we altijd ook nog recce gedaan. Het zij met foto, het zij met infrarood. Dus die taken die zijn er altijd geweest. Als je dan weer verder gaat kijken nu naar Afghanistan, waarbij we dus niet meer praten over, zoals met Allied Force, een grootschalig conflict waarbij je met 60, 70 vliegtuigen tegelijk in een groepsverband over de grens ging, zie je dat je nu puur close air support aan het doen bent om grondtroepen op de grond te helpen. En dat doe je eigenlijk maar met twee F-16's.
Wel met goede sensoren, een targetingpot. Wel met een hele nieuwe helm waarbij je heel makkelijk met je ogen doelen kunt aanwijzen. Wel s'nachts met night vision goggles, die ook in 1999 er nog niet waren. En uiteindelijk is die taak dus gegaan naar puur een grondondersteuning waarbij de luchtdreiging minimaal is. En alleen de mensen op de grond geholpen moeten worden. Nee, want wij wisten van op het eind van het jaar, zo tegen de kerst, als dan het weer wat matig was. Dan kwam er dus vanaf Moermansk om Noorwegen heen kwam een Russische bommenwerper. En die ging gewoon zitten timen. Hoe lang duurt het voordat er een Noorse F-16 naast mee hangt? Ja, en dan komt er een stuk, dat is dan de Engelse. Nou, dan nemen die het over van de Nooren. En hoe lang duurt het dat er dus Phantoms langs zij hangen uit het Verenigd Koninkrijk? Nou, en dan gaan ze ook nog kijken van wanneer komen de Nederlanders erbij met F-16's? Dat is een kat-en-muisspel en gewoon het checken van een systeem wat je al kent en kijken of het nog zo is. En het was nog helemaal mooi, want je kan natuurlijk ook zeggen, nou wat er ook gebeurt, dus op Leeuwarden of Volkel, de QRA, waar dus twee F-16's klaarstaan. Ja, als het nodig is, gaan die eruit. Ook als je weet dat die niet terug kunnen komen op Leeuwarden. Op een Volkel. Ja, die gaan er gewoon uit. Nou, dan is het de truc. Om zo vlak voor de kerst. Terwijl de vliegvelden dus zelf niet vliegen. Om die eruit te krijgen. Lekker pesten. Nou, het is zo dat dus de begintijd van de F-16, en ik heb het aan de lijf ondervonden, ja, waren er nog geen flight simulators voor de F-16. Er was een Amerikaans systeem opgezet met zelfwerkzaamheid, dus met in feite DIA-series, voor elk belangrijk stukje van het vliegtuig. En dan was na verloop van tijd, als de vlieger dat allemaal had doorgewerkt, het was ook klassikale lesgeven, dus op de grondschool. En hij had dan voldoende kennis. Dan ging je naar het echte vliegtuig toe. En ik zeg al, geen flight simulator. Dan was het kennismaken met de cockpit. Ja, betekent eerst gewoon in gaan zitten. En dan de vlieger, de instructeur, die staat daarnaast. En die wijst dus aan waar alles voor is. Dan de volgende stap was dan de kist onder spanning zetten. Dus dat de cockpit gaat leven. De vlieger of leerling zat dan voorin, instructeur achterin. Dan zei het oké, hij kan worden dus aangemerkt voor de eerste trip. En de eerste trip was gewoon het echte naar het vliegtuig toe gaan. Eromheen lopen, kijken of alle standaard punten die je moet controleren, of dat goed werd gedaan. Nou, en dan de hele opstartprocedure. Ja, die neem je dan nog eens een keer droog door. De instructeur die gaat ondertussen achterin zitten. Dan heb je minder ruimte om erin te komen. En veel kan hij dus volgen van achteruit. Maar hij kan ook een aantal dingen kan hij dus niet. En dat betekent dus, hij moet echt overtuigd zijn van als het nodig is, dan moet ik in kunnen grijpen. Nou, dat kan bij de F-16. Want het is een fly-by-wire systeem. Ja, dus in feite is een computer elektrische besturing. Je kan dus elektriciteit kun je bedienen. Je hebt dus achterin een knopje zitten. Ja, waaraan je zegt, oké, ik geef de besturing aan de voorste cockpit. Ja? Of ik houd als instructeur, ik houd de besturing achterin. Dus de eindmogelijkheid. Dus als die vent voorin wat doms doet en ik heb de besturing achterin, dan kan ik hem zo met één knopje op de knuppel, kan ik alles uitschakelen wat hij doet. Dus dat is de veiligheid voor de instructeur. Het opleidingstraject voor de F-16-vlieger is eigenlijk niet anders dan dat het in het verleden was voor de voorgaande types. Al sinds jaar en dag wordt er gevlogen, wordt de initiële opleiding gedaan op Shepard Air Force Base. Dat is in de buurt van Dallas in Texas. En daar worden alle vliegers gewoon opgeleid tot straaljagerpiloot, hè, tot jachtvlieger. De conversie die komt eigenlijk pas daarna, met een klein tussenstapje. Nog steeds op Shepard, en dat noemen we dan de Fighter Lead-In Training, op een moderne T-38, wat een soort F-5 is. Ook met een head-up display, ook met wat moderne apparatuur, wordt een soort van voorschot genomen op wat later de F-16 gaat worden.
Op het moment dat die studenten daar klaar zijn, gaan ze naar Springfield. En Springfield is eigenlijk het voorstation om uiteindelijk op het Squadron terecht te komen. Op Springfield leren de leerlingen F-16 vliegen. Ze leren de basisvaardigheden als het gaat over het tactisch gebruik van de F-16. Dus eigenlijk, hoe zit die cockpit in elkaar? Hoe kun je simpel een 1-tegen-1 gevecht voeren? Hoe kun je op een eenvoudige manier een 2-tegen-2 gevecht voeren? Dus op het moment dat die studenten terugkomen in Nederland, dan zijn ze in staat om een F-16 op een fatsoenlijke manier te vliegen. Het vliegen van een F-16 is ook niet zo vreselijk moeilijk. Hij is gebouwd om heel makkelijk en heel eenvoudig in de lucht te kunnen blijven, te kunnen landen en uiteindelijk ook te gebruiken. Dat kan ook niet anders, omdat er zoveel sensoren en verschillende mogelijkheden zijn dat het gebruik van de F-16 in een tactische omgeving, daar zit zeg maar de grote uitdaging in. En daar zie je dus ook dat de meeste studenten problemen gaan krijgen. Dus in een eerste aanleg om een 1-tegen-1 gevecht te voeren, gaat het allemaal nog vrij goed. Maar op het moment dat de vliegers in Nederland komen, zie je dus dat op het moment dat er gecompliceerdere scenario's gaan komen, of je bent druk aan het vliegen met slechte weersomstandigheden, met bijvoorbeeld een targetingpot aan het vliegtuig, en je moet dan op een hele gedisciplineerde manier, op een juiste manier, je bommen afwerpen, daar zie je dan uiteindelijk ook wat blokkades ontstaan. Wat vroeger heel erg was in het begin van de F-16 was dat met name het laagvliegen heel erg werd beoefend. Want je moest onder de radarcoverage van de vijandelijke radar vliegen. Dan moest je heel goed je doel weten te vinden. Snel een manoeuvre uitvoeren om je bommen te laten vallen en uiteindelijk weer snel naar huis. Inmiddels zie je dus dat die hele oorlog of die hele manier van oorlog voeren is verplaatst van een laag niveau, dus laagvliegen, naar een middelbaar niveau. Dat betekent dus ook dat het laagvliegen, dat we dat nauwelijks nog beoefenen. Op het moment dat we dat dus wel zouden moeten doen, zie je dus dat je dat helemaal opnieuw weer moet trainen. Dat is ook een heel duidelijk verschil tussen de oudere generatie F-16 vliegers en de jongere generatie F-16 vliegers. De ouderen waren gewend om op een kaart te kijken, hun positie te bepalen, de beste manier langs een berg te vliegen en uiteindelijk vanaf het laag vliegen hun doel te kunnen vinden. Tegenwoordig zie je dus dat met gebruik van en een goede navigatiecomputer en je tv-schermen, dat het heel eenvoudig is om je positie te bepalen, maar dat het juist heel erg ingewikkeld is om je sensoren te gebruiken, dus je aandachtsverdeling, de enorme hoeveelheid van informatie wat je tegenwoordig tot je krijgt. Daar zie je dat jonge vliegers daar toch problemen mee hebben. Je moet meer dan één ding tegelijk kunnen. Je moet de informatie analyseren, je moet blijven vliegen, je moet uiteindelijk, omdat de wereld veel groter is geworden om je heen, om het vliegtuig heen, zul je dus meer moeten doen aan je situational awareness. En dat is het situational awareness, het kweken en het behouden, dat is wel de grootste uitdaging van dit moment. Wat zie je dan ook typisch in een training misgaan, is omdat de Nederlandse luchtmacht de F-16 over de volledige breedte gebruikt, dus zowel voor luchtgevechten als het aanvallen van gronddoelen, waar dat in het verleden was verdeeld over de verschillende squadrons, zie je dus dat je een heel complex trainingspakket nodig hebt om de vliegers al die verschillende facetten te laten leren. Dus ze moeten goed kunnen 1-tegen-1 vechten, 2-tegen-2, 4-tegen-4, grote scenario's, maar ze moeten ook ongeleide bommen kunnen afgooien, lasergeleide bommen, dat moeten ze samen kunnen doen met z'n tweeën, maar dat moeten ze ook met, zoals in Allied Force, met z'n vijftigen tegelijk kunnen doen. Dus de wereld is wat dat betreft behoorlijk veranderd. Daarnaast hebben we nog een taak die nu zeg maar meer opportun begint te worden met Recce Light. In het verleden was dat de Orfar spot, laag bij de vloer, natte film. Tegenwoordig is dat hoog, middelbare hoogte, infrarood, digitaal, datalink direct naar de grond toe. Dus het gebruik van die sensoren, daar zit de complexiteit.